Welkom bij deze Doorgedraaid vanuit de Schouwburg van Theater Stilburg. Dit is de talkshow van de Tilburgse kermis. Dit is Doorgedraaid. En de eerste dag van de vakantiekermis in Tilburg zit erop. Ja, het was lange tijd toch vrij onzeker. Gaan we nog wel een kermis krijgen of gaan we hem niet krijgen? Er was vandaag gewoon kermis in Tilburg. En dat is mede te danken aan deze man hier aan tafel. De kermiswethouder van Tilburg, Rolf Dols. Welkom. Welkom, ja, dankjewel. Was het spannend? De voorbereidingen waren heel spannend, zeker. Ja. Het is uw tweede jaar inmiddels als kermiswethouder. Dat is ook wel gek. Dus je hebt één editie eigenlijk om een beetje in te komen. En dan krijg je deze rare, gekke editie. Nou, een hele gekke editie. Als ik kijk, een paar weken geleden stond ik gewoon nog op nul. Hè, om een kermisthema te blijven. Ik zat rustig in de rups. Ja. En nu zit ik in één keer in de rollercoaster. Ja. Dus op een gegeven moment, wij stonden allemaal op nul, want tot 1 september mocht er niks. En toen kwam de beroemde persconferentie van onze minister-president die ruimte gaf, die nog meer ruimte gaf dan dat we dachten. En dan gaat de volgende dag, dan gaat die telefoon, die staat roodgloeiend, en dan gaan de radertjes draaien. Dan ga je met veel mensen praten van wat kan er wel en wat kan er niet. En ik denk dat we nu een goed besluit genomen hebben, getuigen wat we vandaag gezien hebben. Heel goed. We praten ook met Dirk de Vries. Jij bent kermisexploitant. Goed dat je er bent. Even kort, je hebt een Mad Mill. Wat is dat? De Mad Mill is een attractie afgeleid van het tv-programma Wipeout, waarbij mensen op een soort springkussen over een draaiende balk moeten springen. Ja, zo en moet die draait en dan moet je... Degene die het langs blijft staan, die wint. Als je niet springt, dan krijg je een buts. Ja, dat klopt. Ja. Harde buts of niet? Nee, ik bedoel, alles is gekeurd, alles is veilig. Maar het is wel zo hard dat het leuk blijft. Ja, ja. Hoeveel jaar heb jij in totaal op de Tilburgse kermis gestaan? We staan over het derde jaar met Mad Mill op de Tilburgse kermis. Ja. Ja, en het ging bijna niet door. Bijna niet, nee, dat zeg je goed. En hoeveelste kermis is dit nu voor jou dit jaar? Dit wordt mijn tweede kermis. Ik heb me eerst niet af mogen maken. Dus, tweede kermis van 2020? Ja. En hoeveel doe je er normaal rond deze tijd? Ik doe normaal tussen de 14 en 15 kermis per jaar. Het zou nu ongeveer halverwege zitten, gok ik zo. Dus, ja, maar je bent blij dat je weer begonnen bent. Ik ben heel blij dat we weer in enige vorm kunnen opstarten, zeker. Laten we even kort, het is wel aardig voor het beeld, even kijken hoe de Tilburgse kermis er de afgelopen jaren bij lag. Het is gek, hè? Als je nu dit soort beelden zo ziet, dat je dan een beetje je er ongemakkelijk bij voelt. Nee, van die mensen dicht bij elkaar. En... Ja, maar vorig jaar kon dat gewoon en hebben we allemaal veel lol gehad. En kijk, nu is er een nieuwe werkelijkheid en we moeten ons naar richten. En dat doen we gewoon op onze manier, op een verantwoorde manier. Ja. Dit was en we hopen dat het ooit nog terug gaat komen. En we kunnen ooit, dat klinkt niet als volgend jaar. Ja, dat weet ik niet. Oh. Ik kan niet in een glazen bol kijken als je mij gezegd had... Dat wij 5 maanden later, eind februari, in dit soort situaties zouden zitten, zou niemand geloofd hebben. Nee. En we zitten met z'n allen wel. De kermis ziet er overduidelijk dit jaar niet zo uit. Nee. Wat zijn de grote verschillen? Nou, op dit moment hebben we uiteindelijk gekozen voor 5 pleinen. Besterplein, Koningsplein, Stadsforum en de Paleisring. Dat zijn 5 afgezette terreinen. Er staan een gastheer en gastvrouw, die heet jou welkom. En als het begin op het plein vol is, dan moet je even wachten. En waarom doen we dat? De belangrijkste reden is eigenlijk voor de kermisexploitanten dat de drukte niet voor je attractie komt, maar dat wij een beetje elkaar kunnen helpen om ook de protocollen die de kermisexploitanten ingediend hebben, om die ook te kunnen laten werken. Hmm. Nou, tussendoor zijn de terrassen. De terrassen zijn er wat ruimer dan andere jaren. Ook vanwege het corona gebeuren. Dat we zeggen van toen weer iets mochten de terrassen wat ruimer staan. Die zijn al ingericht op 1,5 meter. Dus als het even te vol is, ga even rustig op een terrasje zitten en kom naar de rand terug. Ja, want dat is natuurlijk, als je zegt, ja, je moet even wachten bij de poort. Dan kan je natuurlijk denken dat er dan een situatie ontstaat dat er dadelijk 1000 mensen bij dat hek staan. Ja, we weten niet of er 1000 mensen zijn. Kijk, dat is ook een beetje het lastige. Hè?
Aan de ene kant praat je met de rem op. Hè. De Tilburgse kermis komt niet, maar er komt wel vakantiekermis. Ja, dat is belangrijk, hè, dat verschil. Het is vakantiekermis. Ja, oké. Okay. Ik ja. reken ook op jullie, hè, dat jullie dat blijven roepen. Dus daar ga ik vanuit, Thomas. Nou, we moeten eigenlijk denk ik een boetepotje inbouwen, denk ik. Iedere keer als iemand Tilburgse kermis zegt, ho, een euro. Oké, okay, dat gaan we doen. Gaan nee, we nee, doen. Dat gaan we niet. Ja, volgens mij ben jij dan grootbetaler, volgens mij. Ja, dan ben ik sponsor, ja. Ja, maar, ben je sponsor. Maar je verwacht er dus niet zo heel veel mensen. Nou, ik hoop dat het gewoon gezellig druk wordt, hè. Maar ja. Kijk... Het slenteren over een lint van 3,5 kilometer, wat we net ook zagen, waar mensen echt schouder aan schouder staan, kan niet, is niet verantwoord, willen we niet. Nee. Dus aan de ene kant, en dat is het dubbele eraan, zeg je van, het moet niet te leuk zijn, maar het moet wel gaaf zijn. En dat moeten we met elkaar zien te regelen. En dat hebben we ook wel gezien bij de terrassen. Toen de eerste keer de terrassen open gingen, was het ook niet gelijk vol. Mensen die al een beetje zich niet gezond voelen, die zullen zelf al een keuze maken om niet te komen. En wij denken dat dit de modus is wat we op een verantwoorde manier kunnen draaien. Ja, Dirk, denk jij dat dit een situatie is waarin je als kermisexploitant een beetje een sfeer kan bouwen en een beetje toch een mooi gevoel kan neerzetten? Nou kijk, uiteindelijk is dat natuurlijk altijd gewoon ons beroep waar wij goed in zijn. Dat is sfeer bouwen en mensen vermaken. Dus we zullen het dan altijd proberen om dat zo goed mogelijk in de praktijk te brengen. Maar wij gaan nu ook een nieuwe situatie, een nieuwe werkelijkheid in waar we nog geen ervaring mee hebben of weinig. Dus ja... Lastig, maar ik denk dat er zeker mogelijkheden liggen. En ik denk dat we allemaal heel enthousiast zijn over het evenement. Wat er rondom deze omstandigheden nu in Tilburg staat. Ja. Ja. Wat zou je willen zeggen tegen de Tilburgers die zeggen... oh, die kermis, daar gaan we heen. Ik hoorde gisteren minister Grapperhaus zeggen, de beuk erin. Wat moet je tegen dat soort mensen zeggen? Kom wel, kom niet. Hoe moeten ze zich voorbereiden? Moeten ze vooraf even kijken waar het druk is? Of... Ja, hoe moet je voorbereiden? Kom vooral kijken, hè. Het is tegen de Tilburgers. Hè. Kijk, ja. We hebben ook vooral heel veel mensen buiten Tilburg die komen. Hè. Ja. Maar tegen Tilburg zeg, kom gewoon kijken, het is je eigen stad. Het maakt onderdeel uit van vakantiestad Tilburg. Hè. Dat is eigenlijk 2 maanden lang is er een programma in de binnenstad, maar ook in de wijken, waar van alles te doen is. Dus we hopen op een beetje spreiding van de mensen. Ja. Ga ook daarheen dus. Ga ook daarheen. Hè. Dus heel die wijkcentra, die wijkbuurten, die wijkraden, die hebben hele leuke programma's opgezet. Ga vooral ook daarheen. En de stad kan best veel mensen aan. De terrassen is het grote voordeel. Zijn al ingericht op die 1,5 meter. Dat heeft de horeca al de afgelopen weken heel goed gedaan. Complimenten daarvoor. En laten we met elkaar daar toch een mooi feestje van maken. Maar krijgen we de traffic die je normaal krijgt... Ja, dan kunnen we dat met de beste crowdmanagement van de wereld kunnen we dat niet handelen. Nee. En dat was ook de keuze die we de afgelopen weken hebben moeten maken met elkaar. Nou, je kijkt naar het vertier, je kijkt naar veiligheid, je kijkt naar handhaven... je kijkt naar medisch, gezondheid... En dit is de modus die we daarin met elkaar bedacht hebben. Ja, en de oproep is dus ook dat als je merkt dat het te druk wordt... dat je dan maar even naar huis moet gaan en misschien een andere dag terug moet komen. Zeker, zeker ja. Als het te druk wordt. En kom dan een andere dag terug. En wat we ook zien, een aantal grote kermissteden kijken nu met ons ook mee. Hè, die helpen een beetje mee, die kijken mee. We proberen van elkaar te leren. En die verantwoordelijkheid voelen we ook als Tilburg. Dus als dit goed gaat, hè, dan kunnen de exploitanten, zoals Dirk ook is... die kunnen misschien mogelijk in het najaar... nog op veel meer plekken staan. Hè, totdat ook anderen het vertrouwen geeft. Het kan wel of het kan niet. Ja. Het is, wat dat betreft is het ook een experiment voor andere steden ook. Wij denken dat het verantwoord is. Wij denken dat we het aankunnen. En misschien dat we daarmee ook een stukje overtuiging kunnen geven... aan andere steden van, we gaan nu ook. Tilburg, grote voorbeeldstad. Daar heb ik nog 1 vraag over. De tijden. Het voelt zo vroeg, 9:00 PM. Ja, maar kijk, het is ook zo. Dat leren we ook op dit moment binnen de horeca ook. Hè. Dus die 1,5 meter, daar kunnen we ons redelijk goed aan houden... Maar als het wat later wordt en het wordt wat gezelliger... dan zien we nu al dat het ook al een uitdaging wordt... om die 1,5 meter te blijven handhaven. En vergeet niet, we moeten binnen de kaders van de volksgezondheid blijven doen. Je ziet nu al in Europa en ook in andere werelddelen... tot links en rechts weer een piek van het coronavirus opduikt. Dat willen we met elkaar niet. We willen het op een verantwoorde manier doen. En dan boet je wat in qua gezelligheid. Maar ik denk dat we toch een hele goede sfeer met de horeca... en met alle stakeholders kunnen wegzetten. Wat gebeurt er als er halverwege de Tilburgse kermis... iemand besmet raakt in Tilburg met het coronavirus... en zegt, ik heb het opgelopen op het kermisterrein. Ja, kijk, we kunnen zoveel scenario's doen. Wij wisten eind februari ook niet wat we moesten doen. En laat het zo zeggen, we hebben alles goed doordacht. Hè, het college van burgemeester wethouder staat hierachter. Wij denken dat dit op een goede manier is. En what if, ik denk dat we daar op dit moment kunnen zeggen... we hebben zoveel ervaring opgedaan de afgelopen maanden... hoe we moeten handelen in een crisis...
En dat doen we samen ook weer met alle stakeholders. Maar we hopen dat het niet gaat gebeuren dat het op een verantwoorde manier kan. En dat hoopt Dirk ook, denk ik. Ik ook in ieder geval. Ja, dat hopen we allemaal. Ik wil even terug naar het begin van die coronacrisis. Want dat begon, corona kwam ineens op. Het was uit het niets, eind februari, begin maart. Ineens had heel de wereld het over corona. Waar was jij toen? In Praag. Ik stond in Praag met mijn attractie. Ja. Zeg je, ja. En die moest weg? Ja, die, van het een op het andere moment werd daar ook de noodtoestand afgekondigd. En moesten we heel snel inpakken met al onze Nederlandse collega's. En zorgen dat we de grens met Duitsland overkwamen. Ja. Want de Tsjechen zeiden, als je geen Tsjech bent, dan moet je weg hier. Ja, en het verhaal was voornamelijk zo snel mogelijk weg. Dat was het advies, maar we mochten ook vooral niet meer terug. En ja, op een kermis is het wel zo. Je hebt vaak meer trailers als trekkende eenheden. Dus om je attractie te verplaatsen. En normaal gezien pendelden we, maar dat ging dus niet. Want die tijd was er niet. En dat maakte dat de tijdsdruk heel erg hoog was. Dus normaal gesproken dan rij je wagen 1 er al heen, dan rij je terug, ga je wagen 2 halen. Exact, zo. Exact, maar die tijd was er niet. En omdat we de grens niet meer over mochten, was dat een probleem. Want er staat daar de helft van je attractie of je woonwagen nog in Tsjechië. En toen was het toch gelukt om terug te keren? Ja, klopt. En toen hoorde je alle kermissen die je gepland hebt in Nederland, die gaan ook niet door? Ja, ik zat eigenlijk in de auto nog. Ik reed nog in Duitsland en toen belde een collega van mij op van Dirk, Mark Rutte is op tv en het is in Nederland ook klaar. Terwijl ik 10 minuten geleden nog met organisatoren aan bellen was van luister jongens, ik mag in Praag mijn kermis niet afmaken. Is er in Nederland geen andere optie? En dat viel toen ook in duigen nog voordat ik eigenlijk die grens erover was. Ja. En wat gebeurde er toen met jou? Ja, dat is een teleurstelling. Op dat moment besef je ook nog niet, denk ik, helemaal de ernst van de situatie. Je denkt van ja, goed, als we Koningsdag maar redden. Dat was denk ik toen een beetje het sentiment onder ons allemaal. En later, ik denk dat eerste moment is, nou goed, dan is het nog voorjaar en... Kijk, de verliezen nu in de zomer zijn natuurlijk veel groter. En de dagen als Hemelvaart en Koningsdag, dat we die allemaal verloren zijn. Dat doet echt heel erg veel pijn. En dat we toen met z'n allen nog hoopten van... Ja, jongens, als we nu even goed erin hakken. Als we nou, grondig aanpakken. Dan zijn we er misschien snel vanaf. En ik denk dat iedere keer de reactie op steeds weer die verlenging van die lockdown. Die verlenging van die maatregelen met betrekking tot evenementen. Dat voor de meeste collega's en ook voor mij... Dat het moeilijkste was. Ja. Want op welk punt dacht je, ja, wacht even, oké, we waren het wel eens met die intelligente lockdown. Hè? We begrijpen, we hebben hier begrip voor. Maar wanneer kwam toen het moment dat je dacht, ja, maar wacht even, nu moeten we ook open? Ja, kijk, dit is een heel gevaarlijk onderwerp, dus ik kan ook alleen van mezelf spreken, niet van allemaal collega's. Ja. Maar ja, voor mij is dat punt op een gegeven moment gekomen. Kijk, als de attractiepark open gaan en de winkelstraten worden weer drukker. Toen kwam er wel een moment van, ja luister jongens, ik heb begrip voordat we met z'n allen een offer hebben gebracht voor de volksgezondheid. Maar wat maakt nou dat een attractiepark het wel mag, zeg maar. Ja. En dan komt er op een moment, maar dat heeft, als je het over tijdsbestek hebt, zal dat ergens ten tijde van onze demonstratie in Den Haag zijn geweest. Dat we met z'n allen dachten, nou goed, we moeten ons nou wel hard laten maken om te merken dat wij er ook nog zijn. En dat we een heel goed probleem hebben. En dat de maatregelen in onze ogen nu niet meer binnen proporties zijn. Ja, want in relatief korte tijd liet de kermissector van zich horen. Met inderdaad een actie in Den Haag. Ja. Laten we even kijken hoe in korte tijd ze van geen naar wel een kermis gingen. Nou, de belangrijkste boodschap is dat we weer open kunnen. Dat we weer... kennen het draaien, want we hebben zo lang stilgelegen. Dat zijn onderhand van, zeg maar, van oktober tot nu. We zijn één keer geholpen met 4000 euro, maar de kosten gaan blijven doorgaan. Dus wij moeten echt open nu. En onze kinderen helemaal. Net als de Efteling, net als de dierentuinen, het Beekse Bergen. Alles open, behalve wij. Dus we hopen wel op een goede afloop. En dat moet ook niet echt lang gaan duren natuurlijk. Komt de put wel in zicht. Buiten gold... Die 1,5 meter zonder maximum al voor de pretparken en de dierentuinen, waar mensen ook rondlopen. Vanaf 1 juli geldt hetzelfde voor braderieën, kermissen en vergelijkbare activiteiten die in principe dus weer georganiseerd kunnen worden. Ja, het is weer zover. We mogen weer een keer. Ik ben blij dat we weer even open kunnen. Ja. Dit is de eerste kermis van het seizoen van mij. Normaal beginnen wij met de Pasen al. Nou, dit is nu 6 maanden geleden. Ik denk dat het wel goed komt, maar we zijn zover nog lang niet. Je moet natuurlijk ook niet vergeten, mensen hebben nou al die maanden al op thuis gezeten. Hè? Er was ook nergens niks te doen. Hè? Ja, op het einde zagen we beelden van de kermis in Boergestel. Dat was begin deze maand. Daar keek iedereen naar. Dat was de eerste die weer gewoon open kon. Dat was een bijzonder moment natuurlijk.
Zeker, dat is een heerlijk moment dat die burgemeester de verantwoordelijkheid heeft genomen. Die heeft durven te nemen om die kermis door te laten gaan. Zeker, daar waren we allemaal heel erg blij mee. Ja, ja, dat is heel goed, inderdaad. We zagen even de persconferentie van Mark Rutte. Waarbij die zei, nou, de kermissen, de braderieën en de seksclubs, die mochten vanaf 1 juli, kon het allemaal weer. Hoe lang duurde het voordat uw telefoon ging? Niet lang. Nee. En die stond ook niet stil. Ja. Nee, kijk, toch om je een voorbeeld te geven. Ik denk dat wij voor die persconferentie, denk een week of 6 daarvoor, hebben wij hier een mini-symposium gehouden in Tilburg, waarbij een aantal, er waren 2 kermisbonden waren aanwezig, een aantal grotere kermissteden, een aantal exploitanten. En het werd eigenlijk uit de doeken gedaan van waar zitten we mee, wat is eigenlijk het probleem, hoe hakt dat er financieel in, waar zitten de attracties mee. Bijvoorbeeld het personeel loopt weg, we moeten de attracties keuren, doen we het wel of niet. Zoveel problemen kwamen daar aan tafel en dan voel je ook wel de verantwoordelijkheid. En dus toen de minister-president dit zei, toen wist ik wel 1 ding zeker, we gaan iets doen. Maar wat? Ja, dat heeft best nog een tijd geduurd. Dus en dan bellen de kermisbonden, sommige exploitanten die je ondertussen kent, die bellen. Mensen uit de stad bellen van... We willen! Ja, we willen, iedereen wil in 1 keer. En dan is het wel zaak, je moet dan wel blijven nadenken. Dat klinkt dan weer even wat heel triest, maar... En daar ben ik zo blij ook wat we nu hebben staan. Ja. En daar ben ik ook wel... heel trots op dat we zeggen in Tilburg, we durven dit, we doen het op een verantwoorde manier. En tussen die avond en wat we nu hebben staan, ja, het is wel een mooi proces geweest. Want hoe werkt dat? Is het niet zo dat als dan zo'n besluit genomen wordt door het Outbreak Management Team en door Hugo de Jonge en Mark Rutte, dat ze dan niet van tevoren even bellen met de grootste kermisstad in ons land van, hey, let op, we gaan dit zo meteen roepen? Wij wisten, ik denk een dag van tevoren, anderhalf dag van tevoren, ongeveer wat er verteld ging worden. Oh, toch wel? Ja, maar je is dan dag, anderhalve dag. En ik moet zeggen, het is altijd wachten wat in de persconferentie komt. Want tot het laatst toe wordt er in Den Haag ook gelobbyd. Hè, door alle brancheorganisaties, door iedereen die wil net iets meer. Ja. En ik moet zeggen, de persconferentie daarin waren de mogelijkheden nog ruimer dan we van tevoren dachten. Oh. En dat gaf ook weer mogelijkheden om weer die volgende stappen met elkaar te gaan zetten. Maar vergeet niet, wij zaten gewoon op nul. Wij zaten gewoon, tot 1 september mag niks. Iedereen zat zo. Dus voor alle exploitanten is het ook weer een denken van oeh. En ja, dan kijken ze toch wel veel naar Tilburg. En terecht, en die verantwoordelijkheid pakken we ook. Even terug naar Dirk, hoe heb jij naar die persconferenties gekeken? Er was inderdaad wel het een en ander uitgelekt. Maar dat moment dat hij dat dan eindelijk zegt, daar waren we natuurlijk allemaal heel erg blij mee. Ik bedoel, we hadden daarvoor denk ik 3 of 4 persconferenties gehad waar we allemaal heel erg verdrietig van werden, om het zo te zeggen. En dus ik was wel blij met de openingen die daar gegeven werden. Maar goed, ik was ook wel bewust van het feit dat het ook wel met een winstwaarschuwing gegeven werd, zeg maar. En wel zo realistisch dat ik niet meteen mijn auto in ben gestapt en naar mijn kermis van dat weekend ben gereden. Want, Nee, maar dat ging ook natuurlijk nog niet. Nee. Ze zeiden toen al nog een soort van een disclaimer erbij van dat zou wel 6 weken kunnen duren voordat echt de eerste weer kunnen komen. Klopt. En dat was in mijn ogen dan weer een beetje een ruis op de lijn, want dat maakte het een beetje onduidelijk. Want ze gaven wel meteen vergunningen af, in principe vanaf 1 juli. Oh. Alleen, hij zei inderdaad van ja, voor grotere kermissen dan zal het vergunningsproces iets langer in beslag nemen. Wat heb je eigenlijk in die maanden gedaan dat je thuis hebt gezeten? Ik heb proberen nuttig te maken voor de verschillende brancheorganisaties heb ik het een en ander gedaan. En voor de rest, ik studeer. Dus ik heb mijn tijd besteed aan voor mijn opleiding. Elk nadeel is een voordeel. Ik wil het geen voordeel noemen, maar... Nou, ja. Het diploma is een stukje dichterbij misschien. Correct, ja. Ja. En nu, want de kermis is nog lang niet terug waar die moet zijn. Het is nog steeds op 1,5 meter. Dat zijn best wel beperkende maatregelen, ook bij jouw attractie. Toevallig staan bij mij de mensen wel 2 meter uit elkaar. Dus de attractie aan zich geeft niet heel veel. Ik hoef niet geen capaciteit omlaag bij te stellen of zo. Maar goed, bij mijn attractie staan wel veel mensen te kijken. En dat geeft wel uitdagingen. Dus ik zal moeten zorgen dat dit voor die mensen die staan te kijken duidelijk is dat ook hun 1,5 meter afstand moet houden. Maar moet je dan heel respectloos politieagentje gaan spelen voor die mensen? We hebben verschillende maatregelen getroffen om duidelijk te maken dat die afstand gehouden moet worden. En ik en mijn personeel zullen daar wel mensen op aanspreken. Ja, dan helpen we elkaar ook. Kijk, daar is ook belangrijk dat die treinen worden afgezet. Tot niet te veel mensen komen. Tot Dirk niet in 1 keer dromme mensen om zijn attractie heeft staan wat hij niet gehandeld krijgt. En dat samenspel, dat gaan we nu ontdekken hoe dat gaat lopen. Ja, precies. En na Tilburg, dan breek je af, dan heb je een lege agenda nog. Ja, ik heb 1 kermis in september, een dorpskermis, die is bevestigd. En voor de rest is het nog een grote vraag. Ja, maar, dat hangt misschien wel af van Tilburg. Dat is niet gezegd, maar ik ga ervan uit dat van heel veel grote en middelgrote kermissen dat de beslissingen
in de loop van Tilburg of na de afloop van Tilburg genomen gaan worden. Ja. Dus voor jullie worden het hele belangrijke 10 dagen. Heel belangrijk, dus ja. Het is ook voor jullie alles aangelegen om dit goed te laten gaan. Zeker, dus zeker. Dat iedereen zich netjes aan de regels houdt. Ja. Ja. We kunnen bij deze ook wel even die oproep doen. Jongens, kom je naar die kermis, haal je aan die afspraken. Want anders verpest je het misschien voor alle kermissen hierna. Dat is jammer, maar helaas wel de conclusie, denk ik. Ja. Ja. Misschien is het aardig om even te kijken naar hoe het vandaag was. Gewoon, hoe ging het eigenlijk op de Tilburgse kermis? Nee, dan zeg ik het weer. Een euro. Een euro kost dit. Ja, ja. De dieren zelf gesloten. Dus ik moet zeggen, het lijkt me wel goed op het einde van de kermis dat potje komen ophalen en geven aan een goed doel. Ja. Dat lijkt me heel aardig. Hij staat bij deze. Ja. We gaan kijken naar de vakantiekermis, dag 1. Ja. Zijn jullie ook van plan nog in attracties te gaan? Zo? Ja. Ja. Het is allemaal. Allemaal? Ik denk dat nog een leuk hoor, Thomas. En welke kijken jullie nou het meeste naar uit? Deze. Ben je nou blij dat de Tilburgse kermis alsnog kan doorgaan, eindelijk? Ja, ik ben heel blij. En zeker met deze attractie hierachter, met de Speedflip. Ik vind het een mooie toevoeging voor Tilburg. Want er zijn heel veel kermis die afgelast worden. Gelukkig in Tilburg gaat het door. Hoe verwacht je nou dat het zal gaan de aankomende aantal dagen? Ja, ik hoop dat het goed gaat. En ik hoop niet dat het van zijn eigen succes te onder gaat, dat het te druk wordt. Dat het allemaal gezellig druk blijft. Maar ja, we zullen het zien. Zijn jullie ook zo blij dat de kermis toch doorgaat? Zeker, op het moment zijn we weer op vakantie vanuit Friesland. Vandaag gaan we terug, dus we konden nog net even de opening meepakken. Dat is wel heel leuk. Ja, dat ziet er toch gezellig uit, Rolf. Ja, dat moet er ook goed uitzien. Ja. Ja, zeker. Ik had het al even flauw gevraagd, ja, 2021. We krijgen er heel veel vragen over. Mensen die zeggen, ja, dan is het weer een normale kermis, toch? Maar dat is ook nog niet gezegd dus. Weet je, het is al moeilijk gebleken om een half jaar vooruit te kijken. Laten we gewoon van stap tot stap gaan. En ik hoop oprecht dat we enige tijd kunnen zeggen, er is een vaccin. Hè, en we hebben het onder controle. We doen het goed als Nederland. En er mag weer wat meer. Ja. En laten we aan het werken met z'n allen. Ja. Dirk, hoe lang kunnen jullie dit uitzingen nog, als het op deze manier doorgaat? Nou, dat is misschien ook wel als reactie op wat er net gezegd wordt. Wat er nu in Tilburg gebeurt, dat heeft consequenties voor... Gaan die andere kermissen wel of niet door? En gaan die de rest van de kermissen dit jaar wel of niet door? Dat heeft weer heel veel consequenties voor überhaupt het voorbestaan van de Nederlandse kermisbranche. En dat is wel... We zijn gewoon op een heel kritiek punt aanbeland, waar op dit moment heel weinig bestuurders de verantwoordelijkheid durven te nemen om een kermis te organiseren. En dat houdt voor ons in dat wij op nul staan. En het vervelende daarvan is, als een kermisbestand het eind van dit jaar failliet gaat, omdat we dit jaar gewoon geen omzet hebben gedraaid, dan is er volgend jaar ook geen andere kermisbestand die opstaat, of een bakker die zegt, nou, ik ga volgend jaar eens een kermisattractie kopen. Nee. Dus een faillissement betekent gewoon, een faillissement op grote schaal dit jaar, betekent volgend jaar ook geen Tilburgse kermis. Want dan hebben we gewoon niet meer genoeg attracties om een aantrekkelijke kermis hier in de binnenstad op te stellen. Maar is die situatie, dat jij weet bij jou en je collega's al zo kritiek, dat als het hierbij blijft, dat dan het faillissement dreigt? Ja, dat durf ik wel te stellen, ja. Kijk, ik kan niet voor iedereen spreken, maar er zijn voor een groot gedeelte wel. En voor jezelf? Voor mezelf niet, nee. Maar dat komt omdat ik een kleine attractie heb met relatief lage kosten. Maar als je een grote attractie hebt, net waar we het over hadden, verzekeringen, dat soort zaken, die lopen allemaal door. En als je dan... Kijk, we waarderen het initiatief van Tilburg heel erg. Maar als je dan 10 dagen in Tilburg staat met waarschijnlijk een stuk gereduceerde omzetten ten opzichte van normaal, dan ga je je seizoen niet meer redden. Nee. Dus, hoe kunnen mensen jullie helpen? Ja, door zich inderdaad aan de regels houden. Op dit moment in Tilburg aan de regels houden. En de bestuurders van Nederland wil ik gewoon oproepen. Van, het is heel makkelijk om nou de knoop door te hakken en zeggen, we doen het niet. Maar alsjeblieft, zet dat stapje extra. En ga gewoon met de bonden, met ons praten, om te kijken wat er wel mogelijk is. Want er is heel veel mogelijk. Of bel Rolf Dols, want dat is de wethouder, de bestuurder die het al gedaan heeft. Nou, sterker nog, kom langs tijdens de kermis. Hè. Kom gewoon langs, dan leiden we je rond. Laten we kijken hoe we het wel of niet gedaan hebben. We kunnen je ook meenemen in het denkproces wat we gedaan hebben. Hè. Want dat, nogmaals wat ik zei, het is niet van de persconferentie, telefoontje, het staat er. Daar hebben we echt wel met elkaar ook stappen in moeten zetten. Samen met de bonden, met de exploitanten, intern. En daarin kan ik de bestuurders meenemen. En ik kan ze ook meenemen op het punt waarop wij met elkaar gezegd hebben, en nu gaan we ervoor. Ja. En dat het ook goed voelt en ook verantwoord voelt. Dus bij deze van harte uitgenodigd. Kom langs en ontvang je van harte. Heren, blijf even zitten.
Want we gaan even de boel verbouwen hier. Want er zijn namelijk ook heel veel mensen die nog steeds niet van de kermis kunnen genieten. Bijvoorbeeld omdat ze in een risicogroep vallen. Dan is het niet de bedoeling dat je naar de kermis gaat. Nog steeds niet. Of omdat ze misschien toch wat ziekteverschijnselen hebben. Of omdat er gewoon 80% van de kermis er niet doorgaat. Waardoor ze niet kunnen komen. Omdat het toch ver weg is Tilburg. En daarom proberen wij dit jaar de kermis ook een beetje naar de mensen toe te brengen. En dat gaan we doen. Maar daarvoor moeten we even de boel verbouwen. Dus ik doe eventjes gewoon zo. En in een magische truc. En daar zijn we, want we hebben de tafel even weggehaald. Hier staat nu een bak met eendjes erin, dames en heren. We gaan eendjes vissen op 1,5 meter. Maar dat kan je thuis ook doen in de categorie Wordt het beter op 1,5 meter. Moet je eventjes naar de kanalen van Kermiswem, kermiswem.nl gaan of de YouTube. Daar vind je de do-it-yourself video's hoe je thuis eendjes vissen maakt. Mocht je niet naar de kermis kunnen komen, dan kan je dit wat met je opa en oma spelen. Wethouder Dols, ik stel voor, ja, u staat met de hengel. Ik geef hem daar gelijk door. Oh. Ja, dat kan prima zo. Dit is spannende televisie. Ja, daar gaat hij. Ja, bijna. We hebben alle tijd, hè? Ik geef hem door aan Dirk, want Dirk die is daarin ja, maar specialist. Dat moeten we dus wel ook doen volgens de maatregelen. Ja, ja. Wacht, dat is even moment. Lang. Zo. Die doekjes. Doe maar rustig aan, hè, Thomas. Voor dit programma hebben we geen klok, maar een kalender. Kijk jongens, kermisrepresentant van alle markten thuis. Zo, ja. Even. En dan voor je hem aanpakt, even reinigen. Zo, ja. Zo. Oké. Okay. Zo moet dat dan. En dan gaan we kijken of de kermisexploitant wel eentjes kan vissen. Nou, dan gaat het gebeuren. Spannend hoor. Uitzoeken uit de hele tent. Uitzoeken uit de hele tent. Kinderen, altijd prijs. En dan gaat hij voor het buitenste eentje. Ja, dit is spannend. De televisie, mensen. Er wordt weer een attractie geboren, zie ik. Jawel. Ja, volgend jaar staat hij op de kermis met eentjes vissen. Hij ziet nu dat daar een winstmarge op zit. Het is lastig zat. Dirk de Vries, getrainde eentjes vissen, heeft dit vaker gedaan, ongetwijfeld. Ja, bijna, bijna, ja, ja, ja. Oeh, komt dat schot? Ja, ah, dat net niet, ja, nou. Kijk eens, ja. Ja. Oeh. Nou jongens, de conclusie is, het wordt niet beter op 1,5 meter. Maar het is wel leuk. Oeh, hij ging goed, Dirk. Ja. Ja. Dennis Bergkamp! Ja. Hij heeft hem! Ja! Hij heeft hem! Hij heeft hem! Zo, dames en heren, blijf vooral kijken naar Kermis FM via alle kanalen natuurlijk. Zijn we te ontvangen weer de komende tijd. Dit was de Doorgedraaid special. Met dank aan Theater Stilburg dat we gebruik mochten maken van een lege schouwburg. Want zoals ik altijd al tegen mijn moeder zeg, ik trek volle zalen. Tot volgende keer en geniet van de Tilburgse kermis. Nee, geniet van... De vakantiekermis. De vakantiekermis, dat was weer een euro. Ja. Doei!